Op zondag 27 september staat de streekproductmarkt op de planning in Boksmeer. Jan Teunissen, kunt u vertellen wat het precies is? Ja, ik zeg het al, streekproducten. Wij organiseren dit voor de vijfde maal al hier op dit plein, hier achter me. We organiseren altijd per jaar met toerisme en recreatie twee markten. Dus de toeristische markt hebben we dit jaar gehouden bij het klooster. En deze markt die houden we altijd hier. En het is altijd een heel gezellige markt in samenwerking met de COB, de ondernemers van Boksmeer. Die hebben dus ook hun thema Boksmeer proeft. Daar gaan we ook mee op inspelen. Dus het kan wat breder worden, de inschrijvingen. En dus de streekproducten, ja, dat gaat toch nog een ver. Hè. Kijk, de meeste mensen denken aan de groentetuin en wat daaruit komt en dan breng je dan op de markt. Ook dat natuurlijk. Maar er zijn ook andere zaken, zeg maar. Een schrijver die boeken schrijft over Boksmeer of over de regio, dat vind ik ook een streekproduct. Zo ver ligt het uit elkaar. Maar dit jaar, omdat het thema is Boksmeer proeft en dat doen dus de ondernemers in Boksmeer die horeca hebben en horecaondernemers die gaan daar in meedoen. En dan kun je overal iets gaan proeven, een hapje en zo, weet je wat. En dan wil ik dus eigenlijk de horecazaken die buiten het centrum zitten ook een kans geven. En vooral de cateraars, dat ze eens laten zien wat ze maken. En hun zaak promoten. Dat is eigenlijk een toevoeging aan de streekproducten. We denken ook aan de jonge bezoekers en de kinderen natuurlijk. Hier komen nog een luchtkussen staan. We hebben een educatieve roofvogelshow. Is heel bijzonder. Ik heb hem gezien in Wiegen. Ik dacht, nou, dat hoort hier ook thuis. Dus die komt ook. En er komt nog een ludiek muziekgezelschap. En niet te vergeten, straatartiesten van de toneelvereniging Vest. En Vest staat voor Fortum Zandbeek Toneel. En nou, dan hebben we het toch heel aardig aangekleed. En is het de moeite waard voor de deelnemers. Want daar kom ik eigenlijk voor, hè, om nog meer deelnemers te krijgen op dit grote plein. Dat die dus daardoor gecharmeerd worden en zeggen, nou, wij sluiten aan, wij gaan ook meedoen. Dat is eigenlijk de boodschap. En waar kunnen deze deelnemers dan terecht voor inschrijvingen? Ja, daar kunnen ze op de website kunnen ze het al zien. Onze website www.stichtingtoerisme-recreatie-boksmeer. En nu nog in het kort, waarom is het nou zo belangrijk dat al die cateraars en ondernemers in de regio hier aan meedoen? Ja, omdat het voor ons is het een leuke toevoeging aan de streekproducten. Als het gaat over cateraars dan. En het is ook wel belangrijk, want als ik hun websites kijk, denk ik, wat prachtig allemaal. Wie weet dat eigenlijk? En dan kunnen ze hier laten zien, in een kraam. Altijd lukt het, want we hebben altijd hele goede berichten van degenen die meegedaan hebben. Zeggen, ja, het is ons zo meegevallen, we hebben zoveel reacties gehad. En ja, daar staan wij voor als Stichting Toerisme en Recreatie. Dus dat is de boodschap van ons.